Vrienden en fans, welkom weer bij een nieuwe aflevering op mijn kanaal van Construction Simulator. Laten we snel gaan beginnen waar we waren gebleven. Veel kijkplezier. Daar zijn we weer in onze mooie stad. Nou, wat is nou het probleem? Allereerst, ik heb een ultra-wide monitor. Nu was mijn laatste aflevering die ik had opgenomen in ultra-wide, maar mijn OBS die neemt 1440 2560 op. Dus de aflevering was weer verpest. Dus zijn we iets verder in het spel. Ik heb alleen maar de garage gedaan, dus het valt in principe mee. Dus we kunnen in principe gewoon weer lekker door met andere dingen. Wat heb ik voor de rest kunnen doen? Ik heb geloof ik kunnen upgraden. Het bedrijf. Heb ik kunnen upgraden hier geloof ik. Ja, dit heb ik kunnen doen. Bedrijfsterrein 2. En that's it. Dus gelukkig, het is allemaal nog... De schade is bespaard gebleven. Maar laten we gewoon lekker verder gaan. Ik zag trouwens dat ik ook nog nieuwe abonnees heb. Dankjewel voor het abonneren. Super leuk. Dat vind ik altijd zo leuk om te zien. Ook de reacties, hè, dat mensen het leuk vinden. Doet me heel erg goed. Vind ik echt heel erg leuk. Want daarvoor doe ik het ook. Laten we gaan kijken wat we gaan doen. We gaan naar opdrachten en dan gaan we denk ik de weg doen. Dat wou ik namelijk al de hele tijd. En we kunnen ook de mini-klus doen. Maar laten we gewoon lekker met een goede klus beginnen. We gaan een weg doen. Voorbereiding van de bouw. Bouwmachine huren, een bouwmachine verplaatsen, bouwmachine parkeren. Dan gaan we het vervoeren. Bouwmachine huren, bouwmachine verplaatsen, oké. Asfalt. Asfalt, oké. Prima. Dit gaan we doen. En dan zijn we begonnen. Herinner je die afgegraven bouwput nog waar de auto in was gevallen? Die put is inmiddels opgevuld. Maar om de weg weer helemaal begaanbaar te maken, moet deze nog goed geasfalteerd worden. Dat is helemaal prima. We moeten ontzettend ver rijden. 2200, dat is best ver. Dus als ik daar ben, zie ik jullie daar. Mensen, we zijn weer bij onze autodealer. Even uit mijn hoofd. Yes, en dan gaan we een asfalteermachine huren. Waar kan ik die vinden? Even kijken, volgens mij was het hier ergens in het begin. Asfaltverdichter, nee die moet ik niet hebben. Ik moet een asfalteerder hebben. Asfalteermachine, kijk, die moeten we hebben. Ik heb zo'n ding nog nooit in mijn leven gezien. Volgens mij, die wel, maar deze niet. Wat ik al had gezegd, ik heb totaal geen verstand hiervan. Dus, sorry. Laten we deze gaan huren. Ja. Dat hebben we gedaan. Stap in de asfalteermachine. Waar staat hij? Hij staat helemaal achterin. Misschien kunnen we deze wel eventjes weer terugbrengen. Want dit kost natuurlijk ook alleen maar geld. Waar konden we dat ook alweer doen? Waar kon dat? Bedrijf, voertuigenpark. En dan hadden we deze. Maar deze is volgens mij van onszelf. Dus die hebben we niet gehuurd. Laten we hierin gaan instappen en kijken wat we moeten gaan doen. Sommige bouwmachines mogen... Oké. Dus we kunnen snel reizen. En dan is dit onze locatie waar we de weg gaan bouwen. Laten we gaan snel reizen. Hoppatee. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit apparaat nou weer werkt. Laat ik even de lampen aandoen. Zo, kijk, daar heb je wat aan. Dat zijn een paar goede lampen. Dan gaan we de bouwmachine parkeren. Oh ja, deze moet je weer met alle twee tegelijk de joysticks besturen. Dus hiermee stuur je. En dan als je ze alle twee tegelijk indrukt, kun je naar voren. Dat was best wel lastig. Geen fan van, maar goed, het zal wel. Asfalt vervoeren. Huur een asfaltkipper. Nou, laten we dat dan doen. Dan gaan we weer hier terug heen. Een asfaltkipper. Tikker, wat is het nou? Asfaltkipper. En dan staat dat apparaat weer hier. Dat is natuurlijk niet echt de bedoeling. Yes, dan gaan we dat doen. Asfalteermachine, nee, die moeten we niet hebben. Asfaltverdichter moeten we niet hebben. Kijk, hier zo hebben we een asfaltkipper. Nou, laten we die huren. Ja, dankjewel. Stap in de asfaltkipper. Ja. En dan staat ons apparaat weer daar.
Nou, nu staat hij helemaal aan de andere kant. Dat kan ook natuurlijk. Hartstikke leuk. Doen we zijn lampjes aan en dan gaan we naar onze bouwlocatie. Hoppatee. En dan gaan we asfalt vervoeren. Dus laten we daarheen rijden. Dat is nogal een stukje. We moeten ons houden aan de regels trouwens. Want ik kreeg in de vorige aflevering, die jullie niet hebben gezien, helaas, heel veel bekeuringen. Omdat ik hem gewoon door alles heen plank. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik ga me aan de regels houden en dan zie ik jullie zo meteen als ik aangekomen ben. Hopelijk zonder boetes. Nou, daar zijn we weer. En we gaan ons spul halen. Wat is dit? Wat moeten we hier doen? Het werkt op dezelfde manier als... Oké. Dus, we moeten hierin. Maakt het uit welke? Volgens mij niet. Ik rijd dat ding bijna naar de sloop. Contextmenu X en druk op Oké. Om de deksel te openen. Ja. Oké, dus dan kunnen we I ingedrukt houden. En dan kunnen we laden. Kijk, daar gaan we. Mooi. En dan gaan we laden. En dan gaan we weer terug. En gelukkig kon ik snel reizen. En dat vind ik wel echt een hele fijne feature in dit spel. Want zo kun je ook gewoon lekker doorgaan. Het gaat allemaal wat sneller. En we zitten vol. Dus we kunnen gaan. Dat is mooi. Oh god, we moeten oppassen. Misschien is het handig om even die deksel dicht te doen. Ja, dankjewel. Laten we onze lampjes aandoen. En dan gaan we terug. En daar zijn we weer. Rij achteruit naar de vultrechter van de asfalteermachine en gebruik R om de kiepwagen uit te laden. Oké, maar die hebben we natuurlijk hier niet staan. Die hebben we bij de dealer staan. Oké, we hebben alles op locatie en we gaan nu proberen dat ding te vullen. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Yes, dan gaan we achteruit. Ga ik even met die camera, want anders zie ik het niet. Oké. En dan gaan we. Ja, dit moet goed gaan. Dit moet echt perfect gaan. Hoppatee. Nou, er wordt de boel gevuld met asfalteerbaar spul. En dan gaan we de weg leggen. Zet nu de kiepwagen aan de kant om wat ruimte te maken. En dan kun je aan de slag. Oké, mooi. Dus we gaan deze jongen aan de kant zetten. Ik rijd bijna de lantaarnpalen uit de grond. Ik regel bijna voor mezelf klussen. En dan gaan we lekker beginnen. Hoppatee. Ja, dat was sturen. En dan gaan we. Nou, ik zeg het wel heel makkelijk. Ik zeg het alsof ik het al 100 keer heb gedaan. Dat is de eerste keer dat ik dit doe. Oké. Daar gaan we. Even kijken. Juist, zo ja. En dan gaan we maar beginnen met asfalteren. Oh god, gaat dat goed? Oh, dat gaat al niet recht, jongens. Ik hoop dat dat voldoende is. Oh, gelukkig. Nu moet het verse asfalt alleen nog verdicht worden. Haal een asfaltverdichter bij de voertuigdealer nu het asfalt nog heet is. Oké. Nou, laten we dat doen dan. Dan gaan we daarheen naar onze voertuigdealer. En dan gaan we een asfaltverdichter halen. En die hebben we natuurlijk al eerder gebruikt. Laten we die heel snel gaan huren. Want dan moeten we er natuurlijk overheen rollen met dat ding. En dan is het klaar. Dan hebben we gewoon deze klus geklaard, denk ik. Vast niet. Er komt vast nog wel meer bij. Even kijken. Hoe heette dat ding ook? Een grondverdichter? Nee. Helemaal achterin. Zo van, je mag hem huren, maar dan moet je er wel even voor rennen. Maar we gaan instappen. En dan gaan we naar onze bouwlocatie toe. En dan gaan we die klus klaren. Volgens mij heb ik deze nog helemaal niet bestuurd. Het was een andere.
Dus daar gaan we dan. Zit ik er recht voor? Ja, ongeveer wel. Yes. Daar gaan we. We hebben al 25%. Ja. En dan moeten we nog een heel klein stukje. Althans, we moeten nog wel een aardig stuk. Ik moet echt wennen aan die camera, jongens. Want het is echt... Even erop staan. Juist. Daar gaan we. En dan hebben we deze ook netjes gedaan. En daar gaan we. Nog een stukje erbij. Gewoon lekker schuin. Waarschijnlijk kunnen we ook gewoon achteruit. En dan gaan we met het laatste stukje en dan hebben we 100%. Supermooi, je bent gestegen in het spelerniveau en hebt een nieuw vaardigheidspunt ontvangen. Niet slecht voor je eerste poging tot asfalteren. Verwijder de bouwmachines van de bouwplaats en kom daarna naar mij toe. Bouwmachines worden gestopt. Nou, laten we eens even praten. 80.000 euro erbij, jongens. Lekker. Oh. Ja, dat kunnen we dus hier zo doen. Even kijken, voertuigenpark. Deze gaan we laten terugbrengen. Ja. Deze gaat terug. Dankjewel. En deze gaat ook weg. Mooi. Dat kostte wat, maar we hebben genoeg geld. Er is niks aan de hand. Yes. Het is gelukt, jongens. Ik ben heel trots op mezelf. Het was even kloten, maar het is gelukt. Machinevuur 2000. Goed zo, de asfaltverdichter zou een mooie aanwinst zijn voor je voertuigpark. Als je besluit een bouwmachine te kopen, kun je dat doen bij de voertuigdealer. Dat is inderdaad heel handig. Ze zijn allemaal heel handig, maar we hebben 222.000. En nu weet ik niet wanneer het handig is om zo'n ding te kopen, want ik weet niet wat er voor de rest nog komt. Laten we even kijken snel wat we nog meer kunnen doen. Even kijken, bouwfases, 9, 8, 2, 2, 3, oh, we hebben heel veel dingen die we kunnen doen. Laten we deze doen, die tuin, dat vond ik toen ook best wel geinig om te doen. Laten we deze doen. Ja, we gaan hem accepteren en we gaan hem gewoon doen. We moeten wel planten verwijderen, geloof ik. Puin verwijderen. Oké, dus we gaan naar onze truck toe. Onze dieplader. Heette die, geloof ik. Waar sta jij? Juist, jou moeten we hebben. En dan gaan we daarheen. En het is hier. Dus we gaan beginnen met wat spulletjes weghalen. Zodat we kunnen werken. We hebben in principe nog gewoon benzine, dus dat zit wel goed. En dan gaan we daarheen zonder boetes. Al is me dat nog steeds niet gelukt. Want ik krijg altijd boetes. Want ik rijd altijd door rood. Want ik wil er gewoon snel heen. En we kunnen trouwens ook gewoon snel reizen. Volgens mij. Ja, we kunnen gewoon heel snel erheen. Dus we hoeven niet eens door het verkeer. Tenzij we natuurlijk ergens heen moeten wat we nog niet hebben gezien. Oh ja. Dus dit is ons bouwterreintjes. Even kijken. Yes, dit gaan we... Oh, hier zo moeten we natuurlijk die planten in stoppen. We moeten de keien. Oh, wacht. Kunnen we dat met deze doen? Zou dat kunnen? Gaan we naar de andere stand. Het is heel druk op de weg trouwens. Ja, dat kan volgens mij wel met deze. Hoppatee. Dan gaan we eens even wat keien weghalen. Dan gaan we hem uitklappen. Ah, hij moet wel een eindje hoor nu. Ik ben benieuwd of ik dat ga redden. Ah, ik denk het wel. Nou, net. Heel iets. Perfect.
Dan ga jij hierheen. Hoptee, beplantingskuil graven. Kijk, en daar hebben we natuurlijk onze andere machine voor nodig. Volgens mij die bij de auto die er staat op dit moment. Volgens mij kunnen we die wel daarvoor gebruiken. Al weet ik dat niet zeker. Ik weet niks zeker in dit spel. Dus als ik iets verkeerd doe... Sorry, maar... Ik ben gewoon echt een noob met dit spel. Dus we gaan naar onze graafmachine toe. En die stond geloof ik hier. Volgens mij hebben we de dieplader nu ook niet meer nodig. En die staat hier achter. Deze jongen. Want daar kunnen we ook gewoon mee graven. En dan gaan we weer hier naartoe. Hoppatee. Is echt een uitkomst hoor, dat snel reizen. En dan gaan we deze neerzetten en dan gaan we graven. Yes, hoppatee. Ja, hoe ging dat ook weer? Andere stand. En dan is het ineens een graafmachine. Oh, dit is weer eventjes wennen hoor, jongens. Dit is echt heel erg wennen. Hoppatee. Ja, waar gaan we dat laten dan? Hoppatee. Oh god, nee, dat is niet de bedoeling. Even kijken, is het handig om erin te zitten? Volgens mij niet. Nou, laten we dat maar gewoon zo houden dan. Volgens mij sta ik iets te dichtbij. Nee, het kan wel, maar het is echt heel erg... Ja, het is een beetje kloten, maar het lukt wel. Nou, ik ga... Echt, als mensen dit heel snel kunnen en heel goed, vind ik dat heel erg knap. Want het is echt... best lastig om te doen. Oh, dat was gewoon echt helemaal mis, geloof ik. Ja. Nu moeten we wel iets meer die kant op. Juist. Zo ja. Hoppatee. Nou. Dan gaan we hem in de rijstand zetten. Yes. Dat was het eerste gat. En dan moeten we er natuurlijk nog eentje doen. En ik rij natuurlijk weer tegen die kuil op. Ja. Oh god, oh god. En dan gaan we hier staan. En dan zetten we weer in de graafmachine stand. Misschien is het wel leuk om eventjes de lampjes aan te doen of zo. Weet ik veel, laten we dat doen. En dan gaan we weer. Ja, zo ja. Hier zo. En dan gaan we... Hoppatee. En dat is het tweede gat. Dan zetten we in de rijstand. Gemarkeerd gebied leegmaken. Resetten. Rijstand. En dan moeten we jonge hechtplantjes gaan halen. Kopen. Laten we dat doen. Waar konden we dat ook alweer doen? Bij de bouwmateriaaldealer natuurlijk. Dan gaan we daarheen. En dan heb ik natuurlijk die dieplader weer niet daar. Dus dat is dan wel weer vervelend. Want die moeten we natuurlijk wel inladen met die dieplader. Was het hier? Nee, natuurlijk niet. Goed, we gaan even kijken naar onze plantjes. Jonge hechtplantjes. 3 keer. Dan gaan we daar afrekenen. Dan doe ik op de bouwplaats. Kost iets meer, maar ja, is wel handiger nu. Nu vooral, want we hebben die dieplader niet bij ons. Dus we kunnen moeilijk hier inladen. En dan gaan we terug naar onze graafmachine. Die staat als het goed is daar. Yes. En dan gaan we weer naar de bouwlocatie om onze planten te gaan lopen plaatsen. Waar was het? Hier zo. En dan gaan we daar heen.
Maar ik vind het wel echt een leuk spel. Het is gewoon lekker, je bent lekker bezig. Waar zijn die plantjes nou dan? Oh, ze staan hier. Oké, volgens mij konden we dat met dit ding doen, of niet? Nou, volgens mij niet. Laten we dat met de dieplader doen. Ik heb toch maar eventjes de dieplader erbij gepakt, omdat ik wat fijner vind ook. Laten we even proberen of dat goed gaat. Ik hoop het. Andere stand, gaat dat? Ja, dat gaat... Dat gaat niet, volgens mij. Nee, dat wil ik niet. Nou, dat gaat dus niet. Oké. Wat gebeurt er? Wat is hij aan het doen? Oh shit, dat meen je niet, toch? Oké, jongens, we zitten vast. Poging nummer 2. We gaan achteruit. Ik hoop dat dit... Ik hoop dat hij dit redt. Ik denk het wel. Nee, dat gaat weer niet goed. Of wel? Oh, nu wel. Nou, fijn. Dan kunnen we gaan inladen. Hoppatee. Daar gaan we. Dan. Gaan we ze pakken? Ja. Oh, dat gaan we wel redden. Heel iets meer. Hoppatee, dat is 1. Dan hebben we nummer 2. Nog iets meer, nog iets meer. Nee, ik denk dat dit te gek wordt. Dat gaan we niet redden, denk ik. Oh, die derde sowieso niet. Yes, dat gaat wel. Maar die derde, dat gaat hem niet worden. Dus dat wordt dan nog eventjes. Yes. Nou, laten we die dan eventjes in de car gooien. Dan rijden we erheen en dan zetten we hem erin. Want anders dan... Ik kan dit wel gaan proberen, maar ik denk niet dat dat heel slim is, want dat gaat niet werken, denk ik. Dus we zetten deze even erin. Dan resetten we hem. Dan zetten we hem in zijn rijstand en dan gaan we eventjes naar de andere kant, want dit gaat niet werken. Dat weet ik nu al. Dat hoef ik niet eens te proberen. Kijk, vanaf hier kan dat wel. Hopelijk staat hij goed zo. Ja, dat kan wel. Mooi. Klappen van hem uit. Yes. En dan moeten we een stukje die kant op. Daar gaan we. Hij mag wel iets lager, juist. Mag nog wel iets lager. Oh, dat is veel te laag. En dat is hem. De bouwplaats leegmaken. Ja, want die graafmachine staat er natuurlijk op. Dan gaan we jou weghalen. Hartstikke mooi. Oh jongens, moeten die andere ook nog weghalen, die 3? Nou, ik bespaar jullie de moeite. Ik zal hem even knippen en dan haal ik eventjes die troep weg daar. Die hechtjes. Ik heb er te veel gekocht. Mooi, we hebben onze plantjes ingeladen. En dan gaan we de bouwplaats vrijmaken. En dan hebben we hem voltooid. Nou, fijn. Dan kunnen we die andere machines weer wegdoen natuurlijk. Want anders kost dat ons alleen maar geld. Oh, die horen natuurlijk... Ik vergeet steeds dat die van ons is, die graafmachine. Praat met de voorman. Nou, laten we dat even doen. Ja. Klus voltooid. Hartstikke mooi.
Hartstikke fijn. Nou, dan gaan we weer door. Dan stappen we in onze vrachtwagen. Die graafmachine staat midden op de weg. Kan mij het schelen. Laten we kijken wat we kunnen doen. Even kijken. Huis uitbouwen. We kunnen een silo. Pardon. Geschatte inkomsten 689.000. Wat is dat? Wat is dit? Toplaag afgave. Oh, ik heb zo'n idee dat het heel lang... Oh, kijk eens hoeveel. Misschien kan ik dit een keertje voor een special aflevering doen van dit. Dat we gewoon dit gaan doen. Die duurt dan gewoon 2 uur of zo. Ik weet niet hoe lang dit duurt, maar... het is heel erg veel. Huisuitbouw. Vervoergenerator. Vervoer miniklus. Nog een tuintje. Laten we dan een vervoertje doen. Van een generator. Dat is op zich wel een goede uitbetaling. 31k. Laten we dat doen. Materiaal afleveren. Yes, we zitten erin. Oh, we moeten wel een eindje gaan rijden, zie ik. 2500. Dus ik denk... En ik moet ook nog keren hier, zie ik. Dat doe ik gewoon even zo. Yes, hoptee. En dan zie ik jullie als ik bij de generator ben aangekomen. We gaan even tanken. Want we zijn bijna leeg. En dan gaan we gewoon weer door. En we gaan hem ook even repareren. Dat heb ik ook nog niet gedaan. Dat zal natuurlijk geld kosten. 5000, nou dat valt mee. Daar kunnen we mee leven. En dan gaan we door. Oh, we kunnen nu ook zien wat we moeten doen. Generator, we moeten een kabelhaspel en we moeten een mobiel toilet. Oh shit, kijk, dat bedoel ik dus. Ja, maar ik plank hem gewoon. Gewoon gassen. Ik neem die boetes gewoon voor lief. We zijn bij de bouwmateriaalhandelaar. En dan gaan we veel dingen kopen. En we moeten natuurlijk die bosjes eruit halen. Want anders kunnen we helemaal niks vervoeren hier. Dus dat is 1. Ja. Yes. Oké, we gaan een mobiel toilet meenemen. Een generator en een kabelhaspel. Dat is wat we nodig hebben. Dan gaan we dat leveren aan bouwplaats. Leveren aan magazijn. Yes. Dus we gaan kijken of we dit er netjes in kunnen krijgen. Onze vrachtwagen staat natuurlijk weer helemaal achterin. Maar dat geeft niet, we zijn er al. Een rijstand alsjeblieft. Dan laten we die heg even voor wat het is, die planten. Die zullen hier ook wel groeien. En dan gaan we dat even inladen. Hoppatee. Daar gaan we. Zet even onze lampjes aan. Yes. Gaan we even uitschuiven een stukje, zodat we er goed bij kunnen. En dan moeten we ze natuurlijk goed inladen. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Ik ga hem draaien. En ik zit ineens te denken, we kunnen dit niet in één keer afleveren. Want het gaat helemaal niet. Of we moeten een ander iets gaan inhuren daarvoor. Zullen we dat doen? Weet je, laten we gewoon die generator gaan afleveren. Dan hebben we dat namelijk al gedaan. Want we kunnen natuurlijk zo'n ander ding huren. Hoe heet dat nou ook weer? Daar kun je meer dingen opzetten. Dus ik denk dat we de volgende aflevering ons daarmee gaan bezighouden. Met wat we nodig hebben voor bepaalde klussen. Want dit gaat er natuurlijk helemaal niet worden zo. Want nu ga ik 3 keer rijden. Of 2 keer. Jongens, het gaat nog niet allemaal van de leien dakje. Maar goed, weet je, ik ben hier net mee begonnen. Dus we gaan het gewoon zien hoe het allemaal gaat aflopen. Naar mijn idee doe ik het best wel oké. Het kan natuurlijk een heel stuk beter, maar ik hoop dat dat ook in de loop der tijd, zeg maar,
verbeterd. Dit was aflevering 3 alweer. Vind je dit nou leuk om te zien? Like dan alsjeblieft even de video, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij Construction Simulator. Tot dan, doei doei!